Ik heb bezoeking, u weet hem alweer van wie. Die kwam ook weer onverwachts aangewaaid door de noordenwind. Even wat meer. En dus, maar in ieder geval, Bibi is ook mee, logisch. Ik weet niet of jullie dat kunnen zien. Daar heen een huis met een luifel voor een deur. Zo'n luifeltje. Met een hekwerk eromheen. Nou, daar waren ze gisteren steeds groepjes aan het verzamelen. Groepjes van een stuk of 8 à 10. En er zat geen 1,5 meter ruimte meer tussen hun in. Lieve vrienden, daar ben ik weer. En het is al heel erg laat. Ik ben er niet eerder aan toegekomen. Ten eerste was ik vanochtend ziek. En niet ik alleen. Niet, liep er nog eentje over te geven. En dat is onze Rijka. Nee. Dus ik ben later uit mijn bed gerold. En toen ben ik Rijka uit gaan laten. En toen ben ik... nog een welkom weer bij een nieuwe vlog. Vergeet ik helemaal, maar dat doet er ook allemaal niet toe. Nee, het is gewoon een rare, vreemde, rare, idiote dag. Ja. Ik heb Rijka uitgelaten, dat wel. Die is ook vanochtend vroeg 2-3 keer in de tuin geweest. En toen ik thuis kwam van Rijka uitlaten, heb ik ze allemaal eten gegeven. Maar Rijka is daar nog niet aan geweest. Omdat het zo gegeven had. Maar in ieder geval, ja, ik heb bezoek en jullie weten wel weer van wie. Die kwam ook weer onverwachts aangewaaid door de noordenwind. Even wat meer. En dus, maar in ieder geval, Bibi is ook mee, logisch. En zo'n rare dag, niet in orde, niet vooruit te branden. Veel pijn in mijn rug, in mijn hoofd, in mijn knieën. Dus ik denk, ja, bekijk het maar. Ik denk dat door de weersverandering is gekomen, dat even een halve dag ziek moet kunnen. Maar ja, Rijka is ook niet in orde. En die heeft ook dus lopen over te geven. En toen kreeg ik nog onverwachts bezoek. En toen was die weg, toen kreeg ik een appbericht en ik kijk. En dat klopte ook allemaal niet, want die had het al vanochtend verstuurd en ik kreeg het vanmiddag pas aan. Dus dat gaat ook niet, dat is ook niet goed. Dus de telefoon is ook ziek. Maar in ieder geval, ik ben even daarmee bezig en toen kwam onze Ruud weer aangelopen, ja. Maar ja, die had ook weer het een en ander te vertellen wat jullie niks aangaat en dat hoeft ook niet. Lekker, als je geen uit de auto gooien. Ja, maar dat is nieuw. Dat is nieuw. Nieuwigheid. Ja, peuk uit je raampje gooien in plaats van in je uitbakje. Ja. Maar oké, ik zou zeggen, geniet verder van jullie dag. Het is hier grijs, grauw en triest, maar dat is door heel Nederland geloof ik nu het geval. Althans, Limburg is het ook grijs en regen en alles. Ik net gehoord. Dus ja, ik zou zeggen, geniet gewoon op je eigen manier. Dat doe ik hier ook, dus het komt allemaal wel goed. En ik zal trouwens nog, ik moet nog een emmer water pakken en even het spul wegspoelen van Rijka. Daar ben ik nog niet aan toegekomen. Kun je nagaan hoe druk ik het heb, al een klein baasje. Ja, en dit is dan het eerste filmpje van vandaag. Kun je nagaan? Oei, wat erg. Maar ja, maakt niet uit, komt allemaal goed. Ze zeggen tot later. Ja, daar ben ik weer even, lieve vrienden. Ruud is alweer uiteraard weg. Ja, met Bibi. Want die wou ook weer eten klaarmaken. En ik weet niet wat ik mankeer, maar... een beetje duf en nergens zin in hebben. Maar ja, ik ben ook niet de persoon voor dit weer. Ik ben een liefhebber van het zonnetje. Maar ja, de natuur heeft ook water nodig. Ja. Dus het moet wel weer even een tijdje gaan regenen, maar die regen die er valt, dat is niet heel. Het is motregen en dan weer droog en dan weer motregen en dan weer droog. Nu is het ook droog, maar waar ik niet tegen kan is die donkere, grijze, grauwe lucht dat zeer doet aan je ogen. Dus mijn ogen die branden ook mijn hoofd uit, waardoor ik ook nog steeds hoofdpijn heb. Ja, maar ja, dan kan de pret niet drukken. Rijka ligt ook nog prins heerlijk op de bank te slapen.
Ik zal trouwens haar eten weer op de grond zetten, want dat ze heeft nog niks gehad. Nou ja, en toen Bibi kwam, die mocht niks hebben. Dus nu zet ik het weer even op de grond en dan kan ze pakken wanneer ze wil. Ik heb nou een klein filmpje in een map gedaan. Dat wordt een klein filmpje. En dan ga ik zo meteen deze camera leeg halen en dan op de, van vandaag na. En dan zie ik, ik ga eerst een aantal X-filmpjes klaarmaken op mijn computer. Zodat ik dat allemaal achter elkaar kan renderen. En dat ik het daarna naar YouTube kan brengen. Dat ik in YouTube ook een lijst heb wat dan komen gaat. Dat ik er niet tegenaan moet werken. Dat ik niet dag in dag uit moet renderen omdat er op YouTube niks komt. Ik wil net zoals voorheen dat er gewoon weer een hele voorraad is. En dan blijf je maar bezig. Iedere dag moet ik weer. Nou, ik heb ook wel eens geen zin en ik heb ook wel eens wat anders te doen dan dat. Ja, met mooi weer dan wil je ook wel eens bij wijze van spreken weg. Of je krijgt om wat te zitten of je moet op te zitten of wat dan ook. Buiten die corona gedoe om. Ja, en dan krijg je even goed wel bezoek hoor. Maakt het allemaal niet uit. Maar we houden wel rekening met die 1,5 meter afstand. Ja. Dat moet gewoon. Daar moet jij je gewoon aan houden. Simpel. Ja. En nou, Rijka de riem. Dat is uitrekbaar. Dat is, zit heel elastiek in. Nou, en Rijka die kan nooit niet bij een ander komen. Ook al wil ze nog zo graag aangehaald worden. Ze komt er niet bij. Nee, want daar zorg ik voor dat die lengte niet haalbaar is voor de andere persoon. Maar ja, één huis, oké. Dan zit je, ik bedoel, Ruud die zit 9 van de 10 keer daar met de stoel tegen de kastdeur aan. En ik zit 9 van de 10 keer voor mijn bureau. Mijn tafel, de eettafel, die is breder dan 1,5 meter. Die is 1,90 meter. Dus die is bijna 2 meter breed. Dus ja, waarom zou ik dan... Dan zit hij op die stoel met die blauwe deken eroverheen en ik zit gewoon hier. En als ik mijn arm dan zo erop leg, ja, lang uit, en hij zou dat doen, dan zullen we elkaar ook niet eens iets aanraken. Dus ja, zo zitten wij dan, hè? Of gewoon dan, wat ik zei, in die stoel zit hij dan. En die heeft hij bij de kast. En ik zit voor mijn bureau. Dat is ook langer dan 1,5 meter. Dus ja, we houden ons er keurig aan. En wij zijn niet aan wij vormen niet van, hoe noem je dat? Hoe noemen ze dat nou? Gisteren hadden we dat woord nog steeds gezegd. Bij school, hoe noem je dat? En jullie begrijpen mij wel, maar zoals gisteren. Ik weet niet of jullie dat kunnen zien. Daar heen een huis met een luifel voor een deur. Zo'n luifeltje. Met een hekwerk eromheen. Nou, daar waren ze gisteren steeds groepjes aan het verzamelen. Groepjes van een stuk of 8 à 10. En er zat geen 1,5 meter ruimte meer tussen hun in. Nee. Nou, dat behoort niet. En dan ging een groepje weer weg. En dan kwam weer een andere groep aan. Hallo, blijf dan thuis. Ja, niet op die manier. Ja, want je zit te dicht op elkaar in zo'n klein voortuintje. Hallo dan. Hallo mijn kind. Hi schat, hoe gaat het met jou? Hoe gaat het met jou? Hé? Wat voor dikkie je meisje. Ja. Och, goeie toch. Hé? Maar, ik krijg ook bezoek, maar het is meestal 1, hooguit 2. Dat is niet meer niks. Nee. En meer wil ik ook niet. Nee. Maar daar waren ze helemaal echt een klikkie op elkaar. Nou, je zou haar dan bellen, weet je, maar je wilt geen verklikker wezen. Nee, dus dat doe ik ook mooi niet. Niet op die manier, nee. Ze zoeken het zelf maar uit. Als ze ziek worden, dan moeten ze niet bij mij aankloppen. Nee. Dan is hun eigen schuld dikke bult. En nu, ja, ik ga de camera leeghalen en ik ga dat in mappen proberen te doen. Met de namen erbij, hoe het heet, hoe het moet heten. Ik heb ook nog
een map met mijn CoPro. Ik moet ook nog uitzoeken waar dat bij hoort. Dat was dat ik toen naar die persoon toe ging om mijn sleutels op te halen. Dus ja, dat moet ik ook even weer zien welke dag dat was. Dat weet ik ook zo uit mijn hoofd allemaal niet meer. Gisteren kwam ik de persoon tegen. Die had mij nodig. Ja, ik had haar, want ik kreeg bezoek, dus weg. Ja, simpel zat. Ik moet me niet ophouden als ik haast heb. En dat heeft niks ermee te maken of het nou een persoon is die ik niet mag, of waar ik ruzie mee heb, of wat dan ook. Nee, in het algemeen, ook al kom ik een fatsoenlijk iemand tegen en ik heb haast. Sorry, andere keer beter. Kom op, ik heb haast. Dus ja, oké, lieve vrienden. Ik zou zeggen, probeer te genieten met dat trieste weer. En ik zou zeggen, tot later. Een hele, hele goede middag, lieve vrienden. Het is vandaag 29 april en we leven om 13:52. Ik had om beneden kunnen zijn, maar ik heb met Rijken weer heerlijk lekker te stoeien. En toen was ik bezig mij te wassen en te aan te kleden. Tenminste, ik had het maar gewassen, maar aankleden. Dus ik zat op de rand van mijn bed. Ging eerst met wat is app, dus ik kijk. Was voor Karin, maar met dat ik wil gaan kijken verder, belt ze. Oké, nou ja. Terwijl zij dan aan de telefoon is, kijk ik verder en dan neem ik mee naar de douche en dan maak ik me op en ik doe mijn haar, etc. Maar ik had ook al wat gehoord dat het postbode was geweest. Nou heb ik dus die sleutels gehad. Ja, nou. Ik vind het enkel, dat bovenste al daar. Dat is voor, denk ik, voor postregel, weet ik veel. Het is niet diegene zijn handschrift, maar oké. Maar wat erin zit, weet ik dus niet, hè? Nee. Ik wist wel dat hij wat op had gestuurd. Ik heb de beste man nog nooit van mijn leven gezien. Maar het is een collega van Jan van Dam. En mijn man heb ik vroeger leren kennen in een live game. En dat heet Second Love. Ja, ik ken dat al praat spreken. Second Life. Niet te verwarren met die dating site. Nee, want dat is het niet. Dit is je tweede leven. Ja, ik speel er af en toe nog eens in. Nou, een kaart. Pas goed op jezelf, groetjes en liefs. En dan Meindert Romkes uit Van Uren komt die. Nou, kijk eens wat lief. Lieva. Nou, en dat heeft hij geschreven. Hartje erbij. Nou, lief toch? Ja. Nou. Krijg bloemetjes. Nou. Dat mag ik weer voor me oplossen. Ja toch? He, dat lost Ruud wel weer voor me op. Ik heb daar geen stand van. Ik heb nog bakken vrij, dus ja. Ik kan hier zijn gang gaan. Ik weet niet eens wanneer dat gezaaid moet worden. En ik hoor dat er eentje binnen wil. Maar ik heb de deur nog bovenop de knip. Maar ik kan al veel naar binnen, dus dat ga ik ook zo meteen doen. Nou ja, dankjewel Meindert. Ja, en ik zal het Ruud wel vragen of die het wil doen. En als Ruud het gaat doen, dan ga ik dat filmen voor je. Ja, komt helemaal goed, jongen. Dankjewel. Nou, hij volgt me ook, dus ja, hartstikke leuk. Ik zou zeggen, lieve vrienden, het is weer natuurlijk triest. Dat is ook gezegd dat we regen krijgen, dat we dan... Ja, als je regen gaat krijgen, is het triest weer, maar het is nog droog. Dus ik ga lekker met Rijken aan de loop even. Dus een blokje om en daarna gaan we later lunchen, et cetera. En ik denk dat ik eens ga proberen de vaat in de vaatwasser te krijgen. Ik hoop dat ik genoeg heb, zo niet, ja, dan heb ik pech. En als ik er niet aan toe kom, heb ik ook pech, want gisteren zou ik ook filmpjes in elkaar zetten. Ik heb er eentje missen in elkaar in een map gaan doen. Ik heb één filmpje in de map voor elkaar gekregen. Maar verder niet, want ik kreeg onverwacht bezoek. Ja, dan ga je niet zo aan het werk. Wel, nee, dat doe je niet. Plus, ze hadden me even nodig op Facebook. Kreeg ik er ook nog tussendoor. Nou, dan kan je ook niet verder gaan. Staat het ook niet stil.
Maar oké, ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet van alles met wat jullie doen gaan. Ja, dat is een brief openen. En ik ga Rijk uitlaten en Kandolf, die zou wel mee willen. Dus ik zeg, tot straks. En dan spreken we elkaar weer. Ja, toch? Doei! Ja, lieve vrienden, ik ben net weer met Rijka wezen lopen en het is nu prachtig mooi weer. Ja, ik heb ook geen regen meer gezien. Aan het begin van de middag had ik een voelde af en toe een beetje dat het toch vochtig was, maar echt regen was het niet. Maar het is nu weer prachtig mooi weer, het zonnetje schijnt, ja wat wil je hè? Ik vind dat genieten, maar ja, we hebben toch wel echt regen nodig hè, ja echt wel. Want het is keurig droog allemaal en dat is niet goed. Maar ja, er moet toch wanneer het dan gaat regenen, ik weet het niet. Maar het is hier in ieder geval droog en hoe het bij jullie daar in het midden van het land is, weet ik ook niet. Maar ja, laat het maar weten hoor. Ja, en het is vandaag nog steeds de 29 april. Dus ja, moet je even terugdenken als je dit filmpje ziet naar 29 april. Want dat duurt nog wel eventjes voordat het op YouTube komt dit. Maar het maakt niet uit. Nee hoor, het komt altijd goed. Ja. Ik moet ook even een beetje aan mezelf denken. Ik heb nou wel een paar filmpjes weten te samenvoegen in een map. Maar ja, dan komt er weer wat anders tussen. En dan heb je ook nog liefhebbende diertjes die ook even aandacht nodig hebben. Dus ja, dan kijken we niet verder. Het is, nou heb ik net Rijka uitgelaten. Dat heb ik nog niet opgeruimd. Daar ben ik nog niet aan toegekomen. Ik ga nou de poezen eten geven, de poezenbeestjes en Rijka weer eten geven. Dan ga ik aan mijn eigen eten beginnen. Dus ja, ik merk het wel, ik zie het wel. Ja, ik heb... ik weet nog niet wat ik ga eten. Ik weet het niet eens, nee. Ik weet het echt. Maar ja. We zien wel. Ik zat sowieso aan gebakken simpeltjes te denken en spekjes, maar daar moet dan nog weer wat doorheen. Wat weet ik niet. Nee. Zien we wel. Maar ik wens jullie een smakelijk eten. Het is nu net 6 uur geweest. Degene die ook gaan eten, smakelijk eten, bon appetit. En laat het jullie smaken. En een hele fijne, liefdevolle avond gewenst. En voor later wel te rusten en uiteraard blijf gezond. Dus kom weer gezond uit je bed vandaan aan de andere kant van de nacht. En ik zie jullie dan wel weer. Ik zou zeggen, tot dan. Doei!